hou van het leven. Ja, en van het goede leven ook. Dus ik had graag predikant willen zijn in het zuiden van Frankrijk, waar de protestantse kerken in Frankrijk zijn maar een kleine minderheid. Maar veelal in het zuiden geconcentreerd. En ik had graag in Montpellier of in Aix-en-Provence of zo wel predikant willen zijn. Het leek mij schitterend. Dus de Franse la bonne table, ook dat heb ik daar leren waarderen. Dus het goede leven, dat vind ik, dat trekt mij persoonlijk enorm. Ja, Creta, de oorsprong van onze beschaving, denk ik dan, als filosoof en theoloog. Dus het prille begin van de filosofie. Een beetje mythe, een beetje scherp denken en dat nog allemaal een beetje gemixt door elkaar. Creta, land van het goede leven, denk de zon en de zee en de warmte en het goede eten. Maar ook Creta als Grieks-orthodox bolwerk. Dus het doortrokken van de spiritualiteit van een hele oorspronkelijke vorm van christendom. Met eeuwenoude rituelen. Die combinatie met elkaar. Creta lijkt mij een prima plek om over het leven en over levensloop met elkaar na te denken en te filosoferen. Kierkegaard, de filosoof, die zei dat je het leven achterwaarts moet bedenken, maar voorwaarts moet leven. En ik denk dat elk mens op een gegeven moment in zijn leven wel eens een pas op de plaats maakt en zegt, heeft het leven tot nog toe gebracht wat ik ervan dacht? Vooruitkijken naar de toekomst, is dit het leven wat ik wil blijven leven? Dus er zijn van die kruispunten op het leven, op een levensloop. Wij stellen eigenlijk heel naïef stellen wij het leven voor als een rechte lijn. Met af en toe een kruispuntje daarop, of een dieptepunt of een hoogtepunt. Maar het is de vraag of het leven eigenlijk wel een rechte lijn is. Is het niet zoals in de grot van Minos op Creta, is het niet een labyrint? En het is heel interessant als je in de geschiedenis terugkijkt, en dat zou ik ook heel graag willen doen, naar bepaalde beelden van de levensloop. Dus is levensloop een voortschrijdend inzicht op weg naar de waarheid, zoals de filosoof Plato, die vond dat we allemaal in het donker leven en op weg zijn naar het licht. Is het een gedachte die later in het christendom ook is overgenomen door de kerkvader Augustinus bijvoorbeeld, dat je groeit naar het licht, dat ook verder komen in de levensloop ook groeien is. Of is het opgaan, blinken en verzinken, zoals de burgerman zijn carrière beschouwt, je krijgt een maatschappelijke positie, of je mislukt. En dan na je 50ste is het met je gedaan en dan is het de aftakeling. Er zijn allerlei beelden van zo'n levensloop. Is het een weg? Is het een pelgrimage? Ben je pelgrim op weg naar de eeuwigheid? Ben je een nomade? Ben je gewoon een zwerver? Is het leven een boek dat je aan het lezen bent met verschillende hoofdstukken? En je begint bij hoofdstuk 1 en je eindigt bij hoofdstuk 10 en op een gegeven moment is het boek uit. Is het leven een keukentrapje waar je op klimt en dan na verloop van tijd toch weer afdondert? Er zijn zoveel beelden en ik denk dat beelden zijn eigenlijk kleine mini-verhaaltjes. Dat zijn ook kleine mini-mythes. Zo. Ik zou graag die beelden van het leven eens van alle kanten willen bekijken, die beelden van de levensloop. En onszelf en zeg maar, met de groep ook afvragen. Hoe ik zelf mijn eigen leven zie. Inspireren die beelden mij? Inspireren die filosofen die erover nagedacht hebben mij? Of laten ze me koud? Allemaal uiteindelijk met het doel. Ik kijk terug en ik
kijk vooruit. Help zo'n week mij om beter weer vooruit te kijken. Ja, ik kijk, het verhaal van de draad van Ariadne, dus de grot van Minos, het oermonster, de Minotaurus. Ik geloof niet dat die er nog is, tenminste de plek is niet zeker waar die er is, maar er zijn wel grotten met een labyrinthachtig interieur. Dus ik zou wel zo'n labyrintervaring willen opdoen. Je gaat ergens het donker in en je weet niet of je daar een monster tegenkomt. En je hoopt dat je er weer uit komt en heb je een rode draad om er weer uit te komen. Dus het lijkt mij, dus Kreta, omdat je dat oergevoel hebt van dat monster van die Minotaurus. Daar zou ik iets mee willen doen met die draad van Ariadne. En ik denk ook, omdat het de bakermat is van onze beschaving, dus dat schemergebied tussen mythe en filosofie. Het lijkt mij dat er ook echt plekken zijn waar we iets van die geur van Plato en Aristoteles en van de Stoa en de pre-Socraten kunnen opsnuiven. Dat stel ik mij ook zo voor. En die Griekse orthodoxie, dat interesseert mij ook. Dus de spiritualiteit van die Grieks-orthodoxe kerk, die is daar natuurlijk ook met handen te voelen. Maar ik stel me ook voor dat we kennis maken met een Grieks-orthodoxe priester die ons inleidt in de rituelen van die kerk, maar ook vooral met het oog op levensloop. Hoe denkt een Grieks-orthodox nu over jong zijn, volwassen zijn, ouder worden? En, dus dat lijkt mij ook heel erg interessant. Je moet geïnteresseerd zijn in filosofie. Ik wil ook graag wat teksten en tekstfragmenten met mensen lezen. Dus je moet ook willen en wat kunnen lezen. Verder denk ik dat je dat je aan zelfreflectie ook moet willen doen. Dus nadenken over jezelf. Dat je geïnteresseerd moet zijn in cultuur, in geschiedenis. De interesse is eigenlijk het allerbelangrijkste. En het telt niet zozeer, de vooropleiding die je hebt, telt niet in de eerste plaats. Ik ben absoluut geen psychotherapeut. Ik ben ook geen therapeut. Ik ben wel pastor geweest in de zin. Ik ben nog steeds wel dominee. Maar ik ga absoluut niet op de stoel van een psycholoog zitten of therapeut. Ik ben filosoof en theoloog en ethicus. En ik ga dus de grote filosofen erop naslaan. Dus ik wil ook grote namen zoals Michel Foucault of Charles Taylor. Grote namen uit de geschiedenis van de religie. Augustinus of Simone Weil of Kierkegaard die ik al genoemd heb. Die wil ik graag laten spreken. Dus het is echt reflectie op filosofen die nadenken over de levensloop. En natuurlijk kunnen ze jou helpen om beter de weg te vinden in het leven. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat wij bij elkaar op de divan gaan zitten op Kreta. Ik denk wel dat je een antenne moet hebben voor religiositeit, voor transcendentie, voor dat wat ons overstijgt. Maar het is echt niet de bedoeling dat het gaat om mensen die lid zijn van een kerk of lid van een geloofsgemeenschap. Ik voel mezelf ook een heel liberaal theoloog in de zin dat ik, dat kerkgrenzen en geloofsgrenzen er eigenlijk niet toe doen. Ik denk wel dat religie een enorme belangrijke bijdrage heeft aan het denken over jezelf en aan het denken over de levensloop. Dus wil ik ook die traditie, met name die christelijke traditie, ook op onderzoeken. Maar elke religie en elke religieuze traditie heeft zijn tegoed en zijn tekort. En je moet daar altijd kritisch tegenover staan. Ja, ik denk dat de mensen naar huis gaan met meer zelfinzicht over hun leven, hoe ze terugkijken op hun levensloop en waar ze naartoe willen. Ze gaan terug met een beetje meer joie de vivre, denk ik. Met een beetje meer levenslust. Zo geïnspireerd ook door de omgeving. En door de rijkdom van de levensverhalen van anderen. En ze gaan terug ook met huiswerk. Want ze hebben een hoop filosofische inspiratie opgedaan.
En daar willen ze natuurlijk straks wat meer van weten. Dus ze gaan ook met leestips en met teksten gaan ze naar huis. Ja, en ik hoop dat uiteindelijk ze iets van die zon van Creta mee naar huis nemen.